Vandaag is het donderdag 17 oktober en twee dagen geleden heeft GroenLinks besloten om uit het college van burgemeester en wethouders te stappen. Dit vanwege een lekkende brandkraan. Ja, ik zeg een lekkende brandkraan, maar die brandkraan was echt de druppel die de emmer deed overlopen. Met Gerard Brinkman, de fractievoorzitter van GroenLinks, en Valentijn Brouwer, ex-wethouder namens GroenLinks. Het is jammer dat GroenLinks geen deel meer uit kan maken van het college. Maar de deur is wat mij betreft ook nog niet dicht. Onze voorwaarden hebben we duidelijk gesteld. Wij willen dat er een andere wethouder vanuit de VVD komt. Maar als de coalitie daarin mee wil gaan, ja, dan staan wij zo weer open om weer mee te doen. Ja, want het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om de toekomst van ons dorp. De aanleiding waarop we deze beslissing uiteindelijk genomen hebben, dat is het feit dat er hier mensen beschuldigd zijn van het zelf veroorzaken van wateroverlast zonder enige bewijs. En in plaats van dat daar ruimhartig excuses voor komen, is eigenlijk de lijn nog steeds van het college van nee hoor, ze hebben het zelf gedaan en dit kan niet. Nou, wij trekken als GroenLinks daar echt een grens. Er is zelfs geen enkel bewijs dat het zelfs door menselijk handelen veroorzaakt zou kunnen zijn. Daarna zijn er nog twee keer lekkages geweest. Het is absoluut een kleine aanleiding, maar het is wel een hele principiële aanleiding. En het is, en dat moet je wel zien, het past in een groeiende onvrede die wij hebben over de manier waarop er in Castricum met statushouders wordt omgegaan. Dat is een manier die in onze ogen echt niet kan. En in plaats van dat je nou heel veel moeite gaat doen om de problemen op te lossen, ga je uiteindelijk mensen beschuldigen. Ja, dan overschrijd je in mijn ogen echt een grens en daar trekken wij dus ook de streep. En het was natuurlijk inderdaad groeiende onvrede. En op een gegeven moment komt er dan een soort druppel waarvan je zegt, nou, dan loopt de emmer ook echt over. En was dat een druppel van de hele fractie of was dat een druppel die echt bij jou lag van het moment? Nou, ik denk dat dat een combinatie is, hè? Want binnen het college is daar natuurlijk ook over gesproken. En op het moment dat die tweede locatie plaatsvond, hè, dit was de tweede locatie op deze locatie, toen is er in het college ook over afgestemd van welke informatie hebben en hoe brengen we iets naar buiten. Nou, toen is er gewoon afgesproken dat we het heel feitelijk zouden houden en vervolgens is het weekend daarna staat er gewoon een beschuldiging in de krant. Ja, en het college spreekt met één woord. Nou, dat was dus ook een beschuldiging voor mij. Ja, dat, voor mij was dat wel problematisch. En toen hebben we natuurlijk heel lang gekeken van hoe kunnen we dit recht zetten. Ja, en dan zie je uiteindelijk dat de manier en de bereidheid en hoe ver je dat gaat doen, daar kwamen we gewoon niet op uit. En dan, nou ja, en dan denk ik dat het de insteek van de fractie en van mij zijn allebei misschien net wat anders, maar wel op hetzelfde punt. En wat gezegd werd, het is een ondergrens waar je onder zakt. En dan ben je aan het kijken van hoe kan je daar weer boven komen, hoe kan je dat oplossen. Ja, en die bereidheid zag ik onvoldoende. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de mensen die hier zitten. En het voelde alsof we niet over mensen aan het praten waren, maar ja, alsof de rechten van deze Castricumse inwoners, want dat zijn het gewoon, alsof die achtergesteld worden ten opzichte van andere belangen. En ook gewoon heel simpel, zo'n beschuldiging. Hij is niet eens met de inwoners besproken, hij is in de krant neergelegd. Het is nooit met die mensen besproken. Dus ook daar is geen wederhoor geweest. En dat was voor mij echt problematisch. Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurd is een half jaar geleden, is er een motie aangenomen waarbij de mensen van de Puikman en de Oosterzijweg perspectief geboden zou worden. Nou, toen ik terugkwam in juli, zag ik dat daar eigenlijk nog niks mee gebeurd was. Nou, dan ga je weer nieuwe gesprekken aan. Ja, en op een gegeven moment komt dan dus die beschuldiging in de krant. Ook daar zijn gesprekken over geweest. En ik zag maar geen verbetering. Ja, en op een gegeven moment is de knoop dan, wordt de knoop doorgehakt. Maar we hebben wel duidelijk benoemd waar onze onvrede zit. Het is niet op de persoon ook gespeeld, het is op de wethouder gespeeld. Op het beleid wat deze wethouder en het hele college daarmee als verantwoordelijke uitvoert. Daar hebben we kritiek op. Ja, en als je dat hard doet, ja, maar dat is ook inderdaad, het gaat wel om iets. Het gaat echt om... Het leek me toch wel meer op de persoon gespeeld als ik het van buiten bekijk. Want een andere VVD-wethouder was voor jullie wel acceptabel geweest. Nou, dat heeft niet te maken met de persoon, maar de manier waarop deze wethouder, de Slettaar, het beleid uitvoert. En daar hebben wij grote kritiek op. En dat is een kritiek die niet nieuw is, die we in de afgelopen periode vaker, zowel intern als extern, naar buiten hebben gebracht. Ja, en op een gegeven moment dan is voor ons, hebben wij gezegd, van dan hebben we er geen vertrouwen meer in. Want als je mensen beschuldigt zonder enige bewijs en je blijft eigenlijk steeds bij die beschuldiging,
ja, dan op een gegeven moment houdt het op voor ons. Er is altijd een hele collegiale sfeer geweest. We hebben altijd op een hele goede manier samengewerkt. Dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent, maar ik denk ook dat het ons geholpen heeft om verder te komen. We hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om de stappen zoals die in het coalitieakkoord geformuleerd zijn, om die te gaan realiseren. En dat waren echt grote uitdagingen. En we hebben met elkaar gezegd, dat gaan we doen. En dat kon ook soms met wisselende meerderheden. Hè? Dus het is niet zo dat er altijd in de collegelijn gestemd is. En ik denk dat dat heel goed werkt, omdat we elkaar scherp gehouden hebben. Maar volgens mij hebben we over het algemeen op een hele respectvolle en op een hele mooie manier met elkaar samengewerkt. Dus wij zijn eigenlijk ook heel erg enthousiast over dit college. Ja. Bijvoorbeeld ook, moet ik ook wel vermelden, wethouder Slettenhaar heeft 40% sociale woningbouw. Op het gebied van woningbouw is het voortvarend aangepakt. Nee, en daarin valt deze wethouder dit college ook zeker te prijzen. Vanaf het begin heeft wethouder Slettenhaar gezegd, ik ga die 40% sociale woningbouw realiseren en dat gaat me lukken. En als ik nu kijk naar de afgelopen 2 jaar, is dat ook gelukt. Ja. Daar zijn we als GroenLinks ook echt heel enthousiast over. Maar daarom is het toch zo jammer dat het nu afgelopen is. Nee, absoluut. Ja. En dat is, want dat is natuurlijk ook heel dubbel. Hè? Door te kiezen om uit het college te stappen, heb je niet meer de mogelijkheid om samen dat gesprek aan te gaan. Om te kijken, hoe kan je dit nou op een andere manier aanpakken? Maar ja, soms is er een ondergrens en het lukt er niet meer om onder die ondergrens vandaan te komen. En dan moet je die keuze maken. Maar dat is een hele moeilijke keuze. Dit was een scenario waar ik wel rekening mee heb gehouden toen ik 2,5 jaar geleden begon. Omdat, ja, zoals je al aangaf, hè, GroenLinks en de andere partijen liggen toch wat uit elkaar. Maar eigenlijk gaat het heel goed. Ik ga niet terug de raad in. Ik denk dat dat niet gezond is, maar ik ga nu kijken wat ik ga doen. Dank u wel. We hebben natuurlijk het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een reactie op het uitstappen van GroenLinks, maar die wilden ze niet voor de camera geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft wel een persverklaring uit doen gaan en daarin hebben ze Valentijn Brouwer bedankt voor het hele werk wat hij heeft verricht en de goede samenwerking.